Wow. Oké, even context. Ik ben vanochtend om 5 uur wakker geworden. 5 uur, ochtends. Niet 's avonds, ja, gewoon voor de duidelijkheid. En ik dacht, ja, ik ga nog niet opstaan, het is nog te vroeg. Ik ga nog een beetje proberen te slapen, maar dat lukte niet. Ik ben dan beginnen twijfelen, zou ik al beginnen editen aan de video van dat ik gisteren filmde, dat voor vandaag dus. Maar dan dacht ik echt van, nee, het is echt nog vroeg. Heb ik proberen nog te slapen, want ik ondertussen al mijn wekker gezet. En die wekker is afgegaan, denk ik. Of niet afgegaan. Ik weet het eigenlijk niet. Ik ben niet wakker geworden en dat is niet zo tof. Want ondertussen is het dus al 1 uur. Ik moet nu nog beginnen editen. En ik wil nog een bank maken voor Moeke. En ik wil gewoon nog een video maken ook vandaag. Maar de helft van mijn dag is al weg. Dus ik weet niet wat ik ga doen. Ja? Ja? Doeg! Dat was mijn zus. Ik dacht ook van verder te schilderen, maar mijn verf is op. Dus, en ja, het is zondag, dus niets is open. Plus het is nationale feestdag. Hoera! Ja. Ik ga zien wat ik van deze dag nog maak. Wow. Het is 2:30 uur. Ik ben zo goed als klaar met editen. Misschien nog een en ander bijwerken en zo, maar het zit in elkaar. En ik moet nu wel nog iets gaan filmen dat ik er nog in wil steken. En je gaat dan wel zien waarvoor dat was. Maar dus, deze video moet normaal vanavond online komen. En ik heb alweer honger. Dus, ja, vandaag kan ik niks doen hieraan, spijtig genoeg. Die is al op, daar zit er nog een klein beetje in. Dus misschien dat ik wel nog zo die zijkant daar ga doen en daarachter ga prutsen. En dan misschien hier in de hoek een beetje properder. Dus daar, en, ja, daar. En, jup. Komt in orde vandaag, komt in orde. Lichten uit, ja, oké. Hopla, smakelijk staf. Zit, high five. Nee, die is op, high five. Ja. Jeet. Ik ben in de Carrefour in Kokseide. Ik zoek eigenlijk gewoon kippenfilets, maar ik kom hier nooit, dus ik weet hier totaal mijn weg niet. Zo dat ik er hier kunnen vinden kippenfilet. Paard. Kip. Kippenfilet. Nee, ik heb een fout. Ik heb een hart. Kippenborst, kippenvleugel. Ja, ik heb de kippenfilets gevonden en ik denk dat ik het daarbij ga laten. Rijst hebben we thuis, curry ook. En dus ja, meer heb ik niet nodig. Mission accomplished. Auto vinden en weg. Dus, kippenfilet gaan kopen. Dat was niet makkelijk. Ik ken die winkel dus echt niet. En ja, dus vanavond is het kipcurry. En ja, ik weet echt niet wat ik moet doen vandaag. Ah ja, jawel, ik moet nog een bank gaan maken voor Moeke. Voilà, mijn video is aan het uploaden ondertussen. En ik ga proberen inspiratie te zoeken om een bank te maken voor Moeke. Mijn inspiratiebron. Ik heb er geen idee van. Ik heb echt geen inspiratie voor het moment. Maar ik denk dat ik gewoon ga kijken wat ik heb. Kijken waar ik goesting in heb. En kijken wat ik ga kunnen doen. En dan... That's it. Ja. Niet te moeilijk maken. Ja, ik heb ondertussen een beetje mijn materiaal verzameld. Ik heb niet zoveel nodig eigenlijk. Ik heb een afkortzaag. Gewoon een zaag en hier zitten zo wat nagels in.
spatschroeven en een hamertje en that's it. Meer heb ik niet nodig. Natuurlijk, ik heb wel geluk met materiaal. Ik kan gratis mijn woodshop binnengaan en van alles nemen. Maar ik denk dat ik hier gewoon zo ga zagen. En hier ook. Dan ga ik die planken aan elkaar nagelen, vijzen, I don't know. Gewoon aan elkaar maken. En dan ga ik daar poten onder zetten. En voor mijn poten ga ik iets speciaals gebruiken. Ik ga daar die dunne stukjes uithalen, zoals wel, dit. Zo. En dat worden waarschijnlijk mijn poten. Nu, ik ga die wel wat kuisen, want die zijn vies. Dus dat worden mijn poten. Dit wordt waarschijnlijk deels mijn tafel. En meer heb ik niet nodig. Moeke wilt wel iets in mijn stijl of van mij, maar dat gaat ze niet mooi vinden. En batterij was uitgevallen. Waarom bestaan batterijen nog? Waarom hebben ze nog niet beter gevonden? En nu, dus. Ik was begonnen met dat houten ding hier. En dat ging wel tof worden, denk ik. Maar niet voor mijn moeke. Ik denk dat zij daar niet zo content mee ging zijn. En zo wel echt iets van mij. En dan heb ik aan iets anders begonnen. Iets misschien een beetje makkelijker. Wel, niet makkelijker, maar iets die minder lang duurt. En het is dus dit geworden. Dus zoals ik zei, toffe pootjes. Dat is voor de stevigheid dat het niet doorzakt, want ik kan erop zitten. Dat is ook een speciaal pootje. Hier tussen nog een keer zo van dat hout. Mooi stevig en je kan er dus op zitten. Mooi stevig, ja. Dus het is niet dat ze erop gaat zitten, dat dient eigenlijk voor haar plantjes op te zetten. Dus ik denk dat dat goed is. En we moeten ook nog eten maken. En vandaag is het kip curry. Die we zelf maken natuurlijk. Vanavond kip curry, zoals ik zei. Wat heb je nodig? Kip curry. That's it. Het beste is altijd als je boter in een smiley vorm doet. Voilà, ons eten is klaar. Het is gelukt. Vooral verwarren dan. Staf is ook aan het eten. Staf is lekker. Ja dus. En wij gaan ook eten. Alles ligt klaar voor morgen. Allee, zo goed als alles ligt klaar voor morgen. Dus we gaan nu naar Moek om haar bank af te geven. Yep. Nou, je bent slim geweest. Je hebt de trui mee. Dus we gaan naar Moek. We gaan dat bankje afgeven. En dan zien we wel nog wat we gaan doen. Voilà, daar staat hij. Moeke, wat vind je ervan? Goed. Goed? Oké, dan ben ik ook content. En ik denk dat het tijd is om de video af te ronden, dus... Een beetje verder had hij moeten staan.